Mijn naam is Duke Hoogland, ik ben Tweede Kamerlid voor de PvdA. Daar ga ik jullie vandaag niet mee vermoeien. Ik ga ervoor zorgen dat we op tijd klaar zijn en dat jullie zoveel mogelijk vragen kunnen stellen aan onze gasten. Dat doen we met twee bijzondere gasten. Allereerst Paul Snijder. Paul Snijder is kandidaat voor het Europees Parlement voor de Partij van de Arbeid. Was ooit het gezicht van de NOS, eerst in Washington en daarna in Brussel. En nu is hij kandidaat voor het Europees Parlement. Geef hem een applaus, Paul Snijder. Hij is nu inmiddels minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. Hij spreekt meer talen dan jij vingers aan je hand hebt. Geef hem een applaus, Frans Timmermans. Waarom ben je ooit lid geworden van de Partij van de Arbeid? Ik vind een samenleving waarin mensen worden ingedeeld op basis van hun afkomst of op basis van hun portemonnee en niet op basis van hun talent, vind ik niet de samenleving waarin ik wil wonen en ook niet de samenleving die ik aan mijn kinderen wil overdragen. Dat heeft mij gemotiveerd om lid te worden van de Partij van de Arbeid. Ik ben toen heel bewust lid geworden van de Partij van de Arbeid, omdat dat voor mij de partij is die werkt aan een samenleving waar mensen op den duur gelijke kansen kunnen krijgen. Dat is het doel van het verblijf van de Partij van de Arbeid. Ik heb heel lang gekeken naar Europa. Ik denk dat ik ook iets van af weet. En ik heb het ontzettend in mijn vingers gekregen dat ik er ook wat mee wil doen. Dat ik ook denk dat Europa enorm veel kansen kan bieden. En dat we die kansen moeten aanpakken en daarom ben ik in de politiek gegaan. Oké, dankjewel. Dan is nu het woord aan jullie. Als er niemand is die als eerste zijn vinger opsteekt, ga ik jullie aanwijzen. Mijn vraag is vooral gericht aan de directeur Mats. Ja. Het gaat over de visumaanvragen van, voor Europa vanuit buiten Europa. Ja. Het geval is dat toevallig mijn nicht, die wil haar schoonvader, schoonmoeder uit Nigeria laten komen, gewoon om te laten zien met de kleinkinderen. Dan krijg ik dus geen visum. En wat is de vraag precies? 30% wordt dus afgewezen en nou ja, de problemen die zijn nu bij u ook wel bekend. Ja. Wat wilt u daaraan doen? Er is mij ook één specifiek geval bekend. Misschien is het wel hetzelfde, weet ik niet. Dat hebben we toen ook opgelost, dat weet ik ook. Maar we hebben in Nigeria wel te maken met ongelooflijk goed georganiseerde criminaliteit die probeert misbruik te maken van het Schengen-systeem. En ja, helaas moeten de goeie dan soms onder de kwaaie lijden. Maar de specifieke problemen waar u naar verwijst, volgens mij hebben die nu onder controle. Je raakt een heel belangrijk probleem aan. Dus als je iets wil doen tegen de radicale islam, moet je niet de hele islam wegzetten als fout en verkeerd, zoals de heer Wilders doet. Je pakt de vlag van het land, je haalt er de heilige spreuken vanaf en je zet daar beledigende teksten voor in de plaats. En dat stuur je dan naar de ambassadeur van dat land om te zeggen, hier, in your face. Wat denk je dan hoe zo'n land reageert? Denk je dan dat zo'n land zegt, ja, misschien moeten we nog eens goed nadenken over onze mensenrechten. Misschien moeten we met u in discussie gaan over de islam en de uitwassen, de radicale islam. Denk je dat dat de reactie is? Ik denk het niet. Dus de vraag is, wat beoogt de heer Wilders met zijn actie? Aandacht vragen, provoceren voor de uitwassen van de radicale islam. Ik vind dat de radicale islam een bedreiging is en dat we daarover moeten praten. Maar dat gevecht win je alleen als je de gematigde moslims aan je kant hebt. 27 miljoen werklozen, ik noemde dat net al. In Spanje de helft van de jongeren zonder baan. Dat is een zaak die we niet kunnen accepteren. Er is de afgelopen jaren heel erg hard gewerkt, en ook door de minister, in het oplossen van die financieel-economische crisis. Volgens sommige definities is die crisis voorbij. Nou ja, dat mag misschien wel waar zijn voor de beleggers en aandeelhouders, maar voor die 27 miljoen werklozen is dat dus gewoon niet voorbij. Dus dat Europa één ding moet doen in de komende jaren, is de ambitie tonen om te zorgen dat er werkgelegenheid bijkomt. Kan die 5% daartoe bijdragen? Ja. Zet maar een lijn waar je naartoe wil werken. Doe dat maar niet in het vage en zie maar waar je op uitkomt. Er zijn partijen als de VVD die zeggen van de markt gaat dat wel oplossen. Dat komt allemaal vanzelf wel goed. Ik vind dat niet ambitieus genoeg. En ik weet ook helemaal niet of die markt dat gaat oplossen. Want we hebben gezien wat die markt heeft gebracht in 2008 toen de crisis uitbrak. Dus je hebt wel degelijk daar beleid voor nodig. Dat beleid moet je met elkaar afspreken. Daar moeten de regeringsleiders elkaar over aanspreken binnen de Europese Raad. Wat doe jij er precies aan? Wat doe jij met je arbeidsmarkt om die ambitie gestalte te geven? Het gaat voornamelijk om ambitie. Europa moet nu keihard de ambitie tonen om de werkloosheid aan te pakken. En die 5% is een hele mooie meetlat waar je op toe kan werken. En dus dan vind ik, alles op alles zetten, zoals we bijvoorbeeld ook met jeugdgarantie, werkgarantieplan hebben gedaan, alles op alles zetten op Europese schaal om die werkloosheid terug te dringen, is een noodzaak. En plak er dan maar een percentage op. Dat doe je ook
met de staatsschuld, dat doe je ook met het begrotingstekort. Daar zit een economische logica aan, maar die is niet precies vast te pinnen op 3% en 60%. Dat hoeft met die werkloosheid ook niet, maar jezelf dwingen via een percentage om te zeggen, het huishoudboekje op orde is belangrijk, maar meer mensen aan het werk is minstens even belangrijk, is denk ik een hele belangrijke opdracht. En meneer Snijder, als Amerika-kenner, hoe kijkt u tegen zo'n zaak als Israël? Amerika lijkt onvoorwaardelijk steun aan Israël te blijven verlenen. Even vooropgesteld, het Midden-Oosten, het oplossen van het Palestijns-Israëlische kwestie is natuurlijk nog steeds een urgente zaak. Minister Kerry heeft er weer veel energie in gestoken en hij heeft ook weer zijn handen nu voor tijdelijk er weer van afgetrokken. Dat wil maar niet lukken. Het moet wel lukken. Dit is nog steeds een van de grootste vonken, vuurhaarden die in het Midden-Oosten bestaat en daar is veel van de problemen op terug te leiden. Specifiek over de vraag van producten uit Palestijns of uit nederzettingen die eigenlijk in het Palestijns gebied behoren, die moeten wij niet kopen. Dat staat zo in het verkiezingsprogramma, dat is ook het Nederlands beleid dat we daar voeren. Daar moeten we gewoon heel erg helder in zijn. Wij moeten als Europa heel erg proberen in dat conflict, en ik weet dat de minister dat heel erg sterk doet, om de Palestijnen een stem te geven in die hele onderhandelingen met Israël. Dat Amerika fel achter Israël staat en daar heel veel lobbywerk ook achter zit, dat is waar. Maar als je kijkt naar het beleid van Obama, gaat het verder dan alleen maar de Joodse lobby. Daar is wel degelijk ook, en dat is een van de verschuivingen die in de laatste jaren gezien, veel meer begrip en veel meer inzicht gekomen, omdat je de zaak ook van de Palestijnse kant had moeten bekijken. En dat vind ik een van de positieve dingen in dat hele proces, dat Amerikanen in dat proces zijn opgeschoven en meer de Europese kant hebben gekozen. En het is niet morgen opgelost, het is niet volgende week opgelost, maar ik denk dat er soms wel eens bewegingen zijn die hoopgevend zijn. Mijn vraag is eigenlijk, als we over 10 jaar terug zouden kijken naar u, anders voor mij als minister van Buitenlandse Zaken, waar zou u als eerste aan herinnerd willen worden? Ik hoop, een paar dingen, ik hoop dat men na afloop zal zeggen, door hem hebben we weer een meer realistische kijk gekregen op wat Buitenlandse Zaken eigenlijk doet. Op het belang van diplomatie, het belang van het werk van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de Nederlandse samenleving. Het tweede punt waarvan ik hoop dat ik iets kan bereiken is op het punt van ontwapening. Dat is voor mij ontzettend belangrijk. Ik vind dat de wereld nu al veel te lang, zeker wat betreft nucleaire ontwapening, niks doet. En ik probeer op dat punt echt een doorbraak te bereiken. Dat lijkt heel paradoxaal in een tijd dat er weer ruzie is met Rusland en dus iedereen, de secretaris-generaal tot zijn schande, de secretaris-generaal van de NAVO zegt, dit is geen tijd om over nucleaire ontwapening te praten. Ik hoop dat ik erin kan slagen, dat men achteraf kan zeggen, ja, Timmermans is erin geslaagd om de discussie over nucleaire ontwapening weer op gang te brengen. En ten derde hoop ik dat ik met de modernisering die ik heb ingezet op het vlak van mensenrechten, weer de directe betrokkenheid van niet de professionele mensenrechtenactivisten alleen, maar het hele brede middenveld van mensen die allemaal vinden dat mensenrechten voor iedereen zou moeten gelden, heb kunnen betrekken bij het mensenrechtenbeleid. Dus laat ik het bij deze drie punten even houden. Ik was heel erg benieuwd naar wat uw antwoord zijn als ik zou vragen wat iemand zou moeten aantonen of wat er zou moeten gebeuren om voorstanders van de EU juist van hun overtuiging af te brengen. Als je mij met wetenschappelijke argumenten zou kunnen overtuigen dat Nederland veiliger, rijker, stabieler zou worden door uit de EU te stappen, zou ik ook voorstander zijn. Maar alle empirische informatie die ik binnenkrijg wijst op het tegendeel. Dat we Nederland verzwakken, dat we Nederland kleiner maken, dat we Nederland minder welvarend maken als we uit de Europese Unie stappen. Maar als ik met argumenten overtuigd kan worden dat het andersom is, ben ik ook tegen de Europese Unie. Meneer Snijder, misschien kunt u wel beantwoorden. Langs dit is Rusland wel vaker gedaan. Eerst in Abkhazie en Zuid-Ossetië, nu in Oekraïne. En wederom heeft de EU gefaald om één sterk antwoord te geven. Hoe moeten wij nu nog in deze Europese Unie geloven? En wat dat betreft wil ik dat Europa keihard opstelt tegen Rusland. Wat ze gedaan hebben en wat ze dreigen te doen in al die andere landen die vroeger tot de Sovjet-Unie behoren, is onacceptabel. Onacceptabel. Daar kan je geen wereldorde mee handhaven als je die manier aan het werk gaat. Wat Europa van zijn kant kan doen, om ervoor te zorgen dat je ook machtiger staat tegenover dat Rusland, is bijvoorbeeld te werken aan een Europese energiemarkt.
Als we nou eens gewoon zorgen dat we het allemaal zelf voor elkaar krijgen. Dat we werken aan de verduurzaming van onze energiemarkt en een Europese infrastructuur bouwen. Zodat we zelf onze bootjes kunnen doppen en dat we niet van het gas afhankelijk zijn. Dan staat minister Timmermans een stuk sterker in zijn onderhandelingen met Poetin. Want die weet donders goed dat hij met die kraan wat kan doen als de nood aan de man komt. Europa moet sterker worden, moet zichzelf inderdaad beter profileren. Ik ben ook een voorstander van versterking van het Europees externe beleid, het buitenlandse beleid. Dat is nu nog vaak een heel moeilijke oefening die de minister met name moet uitvoeren. Maar daar mogen we verder in gaan. En daar mogen we inderdaad de instrumenten bij gaan zoeken, zoals een Europese energiemarkt, om inderdaad in de wereld die speler te kunnen zijn. En ik vind dat mensen die het er niet mee eens zijn, moeten het laten horen, moeten zich uitspreken, moeten laten zien waar je staat. Zien waar je staat. En ik doe dat ook omdat ik niet later, 20 jaar later, van mijn kinderen het verwijt wil krijgen. Hé, pa, waar stond jij eigenlijk toen? Dankjewel. Dankjewel.